Bij de vrouwen wie Marianne Vos oppermachtig. De 12-voudige Olympisch kampioene won de Centrum Cross voor de zonde keer. Twaalfde waard een ploeggenoot van Vos, Lucinda Brandt. Het derde plak wie voor Anne van der Breggen. Nou, ik moet zeggen, het was wel erg goed. Ja, het was heel goed vertrokken. En, ik moest meteen alle zeilen bijzetten om mee aan te sluiten. En naarmate de wedstrijd vorderde, kon ik wel echt mijn ritme vinden en uiteindelijk bij de wegrijden. Maar Brandt was pittige concurrentie vandaag. Bij de mooie gong de wees dus naar Lars van der Haar. Het was de tweede keer dat de Nederlands kampioen in Sarhusterveen won. De eerste ronde was kijk niet echt lekker en werd ik een beetje verrast door iedereen. Maar, hoe kan dat? Hoe liet je verrassen? Waar kwam het van? Nou, ik had eigenlijk niet verwacht dat ze zo hard zouden starten. Ik dacht, ik start hier gewoon. Ze gingen wel een speer vandaan. Ja, ik start een beetje rustig en dan fiets ik zo mee. Maar ik werd gewoon alle kanten voorbij gereden. Dus ik dacht wel even, oei Lars, opletten. Wat was het parcours vandaag? Wat vond je van het parcours vandaag? Ik moet eerlijk zeggen, ik had het erger verwacht. Ik had verwacht dat het nog modderiger zou zijn en nog meer lopen. En het viel gelukkig mee, dus dat was wel in mijn voordeel. Ja, jij kunt lang blijven zitten, hè? Zo lang mogelijk, ja.